Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagochtend, I look naked, but it's not. Ik heb mijn haar voor het eerst in zo'n staart gedaan. En ik vind het best wel leuk. Het is nu bijna 10 uur, ik ga nu naar kantoor en even een ochtendje werken. Mijn lieve vriendjes, ook gezellig. Die gaat sporten. Nou, lekker wrappies voor dinner. Nou, we zijn weer ready voor een sportlesje. Met booty club, booty apps. Echt kut. Ik hou echt niet van om sporten na het eten. Maar alles was vol. Dus dan maar om 7 uur. Ik heb liever lekker om 5 of in de ochtend. Ik had pas in de ochtend gedaan. Dat was ook chill. Dat vind ik juist eigenlijk het chills. Gewoon lekker in de ochtend om 9 of 10. In het weekend al. Yes, ik ben dus gewoon mijn telefoon vergeten vandaag. Dus I'm a phone free girl. Ja, dat is het. Ja. Ik heb ook echt een tip dat ik altijd mijn telefoon mee moet nemen naar de wc. En net zit ik echt, oh waar is mijn telefoon? Ik ga naar de wc en denk ik, oh. Ik heb mijn make-up gedaan, dus ik denk dat... Oh, ik heb mijn make-up helemaal niet gedaan. Nou, ik heb een beetje mascara. Jij hebt wel in die lash. Nee, gewoon mascara. Maar we gaan even naar Soho, want Suri, ik moet heel veel voorstellen maken voor klanten. Dat is wel heel leuk. Dus dat gaan we even focusje daar doen. En jij moet om 1 uur weer terug zijn, want dan heb je een meeting. Dus even knallen. Ready to knal. En... Oh, dat is ook cool. Anders moeten we naar huis. Ja, dat kan ook wel. De koffie die gaat echt even bij mij terug. Dan? Ja, ik heb nog niets gegeten. Oh. Ik had het op en ik voelde dat ik een beetje braakneiging kreeg. Nee. Ik maak geen grap. Dat ik echt dacht. Het regent gewoon hoor. What the fuck? Wow, inderdaad. Ja, het is echt warm en benauwd, maar nu regent het opeens weer. Maar ik vind het ook helemaal niet warm. En ik heb gewoon blote benen. Soho is echt naast ons kantoor gehad. It's so funny. In a rich man, rich girl. Yeah! Oh, oh, oh. Ga jij vanavond boksen? Ja, ik denk het wel. Ja, ik ga. Maar, het houdt ook een beetje af van. Ik ben echt een beetje overwerkt. Ja. En vandaag is echt ook de druk. Ja. Dan kan ik straks alleen nog maar huilen en voor me uitzaren. Maar goed, dan moet je juist boksen. Ja. Alleen ja, soms dan. Ik vind dat heel moeilijk om er dan toe te zetten. Ja, en als ik dan eenmaal bezig ben, denk ik, moet ik wel chillen. Maar... Ja, dat is het. Daar komen, dat is soms nog een grotere stap als het sporten zelf. Gisteren, ja, Sarah die doet nu elke dag bijna bij de booty club. Dat zit nu morgen bij de 2 more. Ja. Maar als je dan echt gewoon daarheen gaat, vind ik zo zwaar. Ja. En dan denk je, ja, nu moet ik wel. Ja, je geeft jezelf over en denk, ja, we gaan het daarom zien. Daarom echt tip, ga met een vriendin sporten. Ja. En want dan kom je er dus samen heen. En dat is soort lastig om erheen te komen. Ja. En dan inderdaad een lesje, dan moet je wel. Want wij hebben ook heel vaak dat we naar de gym zijn gegaan. En dat we echt dachten, wat zijn we hier nou aan het doen? Ja, vooral als we brak zijn. Ja. Maar, wat zou ik nou zeggen? Wat ga je met eten doen? Dat weet je nog niet. Ja, ik wil misschien wel eens kunnen samen wat eten. Ja. Maar ik ga na het sporten dan, hè? Ja, dat is wel laat. Dus dan kan ik wel het fixen. Want jij komt later thuis. Ik heb heel erg zin. Maar dat vind ik heel veel werk om te maken. Ja. Dus ik zou het ook niet aan jou per se vragen. Maar van die soort rice paper vellen met garnalen erin. Dat is helemaal niet veel werk. Vind je niet? Nee. Ik heb nog garnalen. Dus ik kan wel wat bijkopen. En dan die wortels. Ja. Ja. Oh, en dan zo lekker sausje. Met ja, sesam. Ja. Chili saus. Ja. Oh, en een sausje. Ja. Nee, dat kan wel hoor. Ja, het zou wel lekker zijn. Doen we dat. Ook gewoon gezond. Ja. Ja, nice. Dames en heren, absorberen. We hebben iets heel leuks binnengekregen op kantoor. Namelijk onze nieuwe flexispot. Nou, we zitten altijd te werken hier. Lekker aan onze mooie bureautjes. Maar het team wordt steeds groter. Dus we hebben nieuwe bureautjes nodig. Deze bureaus zijn super chill, want het is echt perfecte grootte. En maar dit, hè? Ja, dit... Hij kan omhoog. Ja, hij kan dus. Dat doen we ook heel vaak. Gewoon even lekker staan. En dan, ja, kun je gewoon lekker staan werken. En dan goed voor je. Maar deze stoelen zijn dus ook van hun. En die zijn ook echt... So fucking chill. Echt de lekkerste werkstoelen die ik ooit heb gehad. Nou. Maar we gaan het even in elkaar zetten. In ieder geval niet we. Ja, ik ga het niet doen, want ik ben aan het editen.
En Max. Max is ook wel. Maar goed, ja. En dan komt hier dus een extra. En daar. Helemaal leuk. Het is de volgende dag. We hebben even een border bij gepakt. Want dat is gewoon even net wat makkelijker. Hoe blij zijn we? Heel blij. Heel blij. En we zijn echt expert geworden in dit in elkaar zetten. Ja, het is helemaal niet moeilijk, hè? Nee, ik oprecht. Ik denk al 4 minuten zetten. Ja. Ik kan carrière eens gaan maken. Ja. Kijk, hier staat er trouwens al één. Dus nu gaat het er zo uitzien. Wordt het echt zo'n blok. Dan hebben we hier nog een stoel erbij. Dat is heel nice. Zo, dan wordt het echt een soort helemaal official. Zo van mensen hier. Zo leuk. Ja, jongens. Nou jongens, kijk. De fijne look. Het geeft helemaal office vibes. Echt, als we dat zo moeten zien. Ja, het is zoveel beter. Zo mooi. Ach. En er komen nog 2 beeldschermen ook bij. Maar het zijn echt ideale bureaus. En we hebben dus ook hier. En ook alle stoelen zijn dus van Flexispot. Die zijn ook echt geweldig. Nou jongens, jullie weten hoe vaak ik hier zit. En ik heb nog steeds geen hernia. Dus goed teken. Staan ze aangesloten nu? Nee zeker. Kijk jongens. Waar is het? Hier. Nou, dit is ziek hoor. En weet je wat dus ook heel chill is? Aan de zijkant heeft dit een USB ingang. Dus kan je ook gewoon opladen. Wee. Gaan ze doen dat je staat? Die mensen beneden hebben deze tafels ook, hè? Dat kantoor beneden. Die zie ik altijd staan achter hun ding. Ja, maar dat is sowieso echt zo'n kantoor. Ja. Die hebben ook echt allemaal, als je daar binnenkomt, die bedoelt toch die onderste? Ja. Die hebben echt gewoon dus 3 schermen. Ja. Dus het is gewoon zo. Ja. Zelfs ze doen gewoon performance marketing. Wat zijn wij dan aan het doen? Ja. Dat weten we zo ook. Nee, wij weten heel goed. Ja, we weten heel goed wat wij aan het doen zijn. Ja, nee, maar dat is wel echt zo. Maar soms voelt het niet zo. Ja, omdat het gewoon je eigen bedrijf is. Ja, en dat het gewoon logisch voelt voor jou. Maar voor een ander. Maar performance marketing is zeg maar, kijk, wij doen campagnes, dus dan is het veel meer creatief. Maar die gasten beneden, die doen zeg maar bijvoorbeeld ads draaien. Ja. En kijken hoeveel, wat de ROI is. En dan hebben ze gewoon van die schermen met. Ja. En dan werken ook letterlijk alleen maar gasten. Ja. Ja. Terwijl in de marketing is het juist heel veel vrouwen ja. Altijd. Dus het is een beetje. Maar ik zei ook een keer, we moeten koffietje doen, kunnen we even kletsen. Ja. En zo. Nou. Wilde hij niet. Nou ja, hij zegt is prima. En vervolgens negeert hij me en is me gewoon geskipt. Niet. En elke keer als ik hem in de gang zie, dan zegt hij hey. En dan loopt hij gewoon naar binnen, denk ik. Oh. Maar zij zeiden ook van, we willen ook iets met influencers gaan doen en zo. Oh. Dus, nou, dan ben je hier op het juiste adres. Dan hebben we ook lekker geurwolkje aan. We hebben nu glow en flow erin. Dan kom je lekker in de ochtend flow. Kijk, hier zie je zo. Ook ruikt helemaal. Ja, het ruikt zo een beetje frissig naar sinaasappel of zo. Heel lekker. Maar dit is mijn officeplek. Bloemetje erbij. Maar dat, ik ga het eens uitproberen even. Kijk, die van mij zit nu aangesloten. Sorry! Oh my god. Nee, dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Wat is dit voor ochtend? Oh, stond hij op mijne? Ja, en stond ook met een puntje. Oh. Nog wat er mee is gebeurd. Wat een kutzooi allemaal. Geweldig. Ja, hij moet wel over hebben als je staat. Goedemorgen allemaal, het is vandaag. Is dat donderdag? Wow. Ja, het is wel donderdag. Dit is de fit. Stan en ik. Ik heb even een ochtendje thuis gewerkt. En Stan en ik gaan nu naar het Rijksmuseum. Want we zijn er beide nog nooit geweest. Dus dachten wel een keer leuk om te doen. En ik irriteer me heel erg aan dit plukje. Dat uit mijn vlecht zit. We gaan even ergens een broodje halen en dan gaan we naar het Rijksmuseum. En dan helemaal gezellige dag. Oké, we zijn eindelijk toch niet naar het Rijksmuseum gegaan omdat het een beetje kort dag werd. En ja, zijn we dus gewoon even ergens lekker wat gaan drinken. We zijn even naar een boekenwinkel geweest en we hebben allebei een nieuw boek gekocht. Manifesteren 7 stappen om je mooiste leven te leven. Ik ben hier heel benieuwd naar. Ik vond het boek ook gewoon helemaal cute staan. Mijn huis. En super interessant. Dus ja, deze ga ik lezen. Namelijk weer nieuwe parfumetjes mogen ontvangen van Parfumado. Parfumado is echt de lifehack van de eeuw. Want met Parfumado heb je dus eigenlijk een parfumabonnement. Elke maand kan je weer een nieuwe parfum uitkiezen. Zo zit je niet met
allemaal grote flessen parfums wat je eigenlijk bijna nooit opmaakt. Wat veel te duur is. Zo kan je toch altijd een beetje wisselen van parfummetjes. Je favoriet uitproberen. Nieuwe ontdekken. Ja, en is het gewoon niet zo mega duur dat je elke keer van die grote flessen parfum van 100 euro moet kopen. Eigenlijk nooit opmaakt. Dus ik leef echt van Parfumado. Het ideaal is, je kan het mee op reis nemen. Je kan het in je tasje doen. Je hebt het altijd bij de hand. Ja, ik zie gewoon alleen maar voordelen. Ik gebruik het letterlijk alleen maar nog. Iedereen om mij heen heb ik ook geïnfluenced met. Omdat ik altijd zo zit. En zeggen ze, wat doe jij? Wat is dit? Dit moet ik ook. Ik heb zelf drie lekkere parfumetjes mogen uitkiezen. Eentje die mij echt werd aangeraden was Molecule. Van Eccentric Molecules. Nummer 2. Deze. Ik ga deze nu opdoen. Deze had een collega van mij. En zegt, je moet deze nemen. Oh mijn god. Dit is lekker. Dit is oprecht misschien wel een van mijn nieuwe favoriete parfums. En dat meen ik echt. Probeer deze. Je gaat er echt niet spijt van krijgen. Dan heb ik gewoon de klassieker 1 Million. Deze heb ik eigenlijk voor Stan. Want Stan gebruikt dit dus ook heel veel. Dus ik heb 1 Million. Dus heeft hij ook weer lekker een geurtje die hij altijd mee kan nemen. Hij vindt het ook echt zo chill. Oh ja, ook een onbekende, maar die stond bij de maandspecials of zo. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Oh, deze is heel, heel fris. Deze is echt lekker voor een lekker dagje naar werk. Naar kantoor, of lekker lunch of zo. Oh, nou, ik heb er helemaal toppertjes erbij. I like it. Ben je helemaal nieuwsgierig geworden en denk je echt, dit moet ik... I get it. Maar je kan dus 50% korting krijgen met Verwoerd 50. Dus klik op de link in de beschrijving en gebruik de kortingscode. Normaal gezien betaal je 14,95 per maand voor een abonnement. En dus nu met mijn kortingscode maar 7,50 voor de eerste maand. Dus ja, ik zou zeker zeggen try it out voor die 7,50. Zie of je het chill vindt, of je het fijn vindt. Ik vind het echt ideaal. Dus ik ga weer even mijn nieuwe... Ik denk dat ik die Molecule lekker in mijn tasje stop. En dat ik die lekker veel kan gaan gebruiken. Nou, ik ga nu even gymmen. Ik heb ook mijn sportkleding al aan. Dus ik ga weer even een bootyclub lesje volgen. En daarna komen mijn ouders vanavond gezellig hier eten. Dus ook al een tijdje geleden. Dus dat ze hier zijn geweest. Echt heel lang geleden trouwens. Dus, heel gezellig. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag. We hebben een kast en dit weegt denk ik een ton. Ja, echt lekker veel kilo. Ja. Nee. Nou, ik denk het wel. Maar we moeten dit dus... Het is groot, hè? Ja, maar dat maakt niet uit. Nou, dat maakt niet uit. Nou guys, we gaan naar de pizza show. Dit is de... Ja, we gaan even een shot nemen, want we zijn echt niet in de mood. Dus we moeten echt in de mood komen. Dit zijn de lookjes. Kijk, leuke. Spoiled. Oh, die haarspray van jou. Ja. Leuke hokjes, tassie. Nu nog ook een helm op doen. We gaan nu naar Max. Dan gaan we een drankje doen, want die woont er dichtbij. En dan gaan we erheen. Helemaal leuk. Ik ben met Mary. Bij de pizza show. Ik, oh, oh mijn god, ik heb zoveel zin in de pizza. Pizza van de winnaar. Burrata, oh, lekker. Hallo, hoe ben je een jaar? Ik heb pizza. Oh, nee. Ja. Heel ja, lekker, ik vind het uit. Oh my god, lekker! Wat is het? Ik zei, ik ben nog hier van. Roasted tomatoes vlees. Ragout vegetariano. Lekker. Oh my god, lekker pizza! Pizza!
jullie mensen zwaaien. La la la. Hey. Guys, aangezien ik niet zo veel had gevlogd, dacht ik, ik ga even een mini mukbangetje doen. Ondertussen even kletsen. Even lekker wat eten. Why not? Ik moet even een standaard vinden waar ik die op kan zetten. Oh mijn god, bij Sababa besteld. De Big Sababa. En dit is een pita met halloumi falafel. Hakje lekker. Wat? Look at this. The fuck did it eat? Ik hou er zo erg van om dingen een beetje op te spijzen naar mijn eigen smaak. Ik doe ook een beetje sriracha erop. We love spicy. Doe een beetje avocado erbij. Let's take a bite. Zo lekker. Kijk dan. Helemaal volgezout. Voor mijn gevoel heb ik jullie lang niet gesproken. Het komt omdat ik heel druk ben geweest. Maar eigenlijk iets te druk. En het is al niet leuk, want vergeet ik te vloggen. En dan maak ik allemaal leuke dingen mee. En vergeet ik weer te vloggen. En dan voelt de drempel zeg maar steeds groter om te gaan vloggen. Ik denk, ja, ik heb daar toch al de hele dag niet gevlogd. Maar soms lastig. Ik ben soms nog een beetje zoekende hoe ik dat kan doen. En ik vraag me gewoon heel erg af, ja, of jullie de vlogs nog leuk vinden. Kan zo lekker zijn. Waarom kan eten zo lekker zijn? Bewoog de deur nou? I don't know. Wow, ik ga stukken mezelf. Even heel iets. Eventjes iets heel anders. B&B van liefde. Ik ga stuk om dit programma. Misschien is het echt kut. Dat is zelf niet kijk. Maar ik vind het zo leuk. Echt mijn guilty pleasure. Stan en ik kijken het samen. Ik ken dit helemaal niet. Ik keek het ook helemaal niet. Ik vind het zo leuk en ik vind het echt kut dat ik het niet alleen door kan kijken. Ik vind het zo leuk, maar ook weer zo kut tegelijk. Ik weet het gewoon niet. Maar ik hoop wel dat er echt liefde uitkomt. Want zoals het nu is het echt zo van elke keer net niet net wel. Dus dat vind ik jammer, maar ik hoop dat er liefde uitkomt. Ja, het is gewoon makkelijk weg te kijken. Weet je, je zet het aan en het is niet dat je zieke focus moet hebben ofzo. Zo jammer. En dan met halloumi en falafel. Ik hou ook echt van sriracha. Dat is echt ziekelijk. En wat ik ook trouwens echt zo fucking leuk vind is die Geuze en Gorgels nieuwe serie. Ik heb tijdens 2 afleveringen online ofzo. Ook zo leuk. Die 2 samen zijn gewoon zo'n iconic duo. Echt een grap. Hoe je zo grappig kan zijn samen. We kijken nog meer. Verder kijk ik eigenlijk niet echt iets. Misschien moet ik Oh, ik kijk Friends. Wie is er nog meer Friends lover? You're my bestie. Dit is echt mijn guilty pleasure. Ik vind het gewoon... Ik word er gewoon zo blij van. Als ik het zie. Ook voelt het zo niet als zomer. Als ik denk aan deze zomer, voelt het gewoon letterlijk als herfst. Het voelt gewoon niet als zomer. Het is ook mijn eerste zomer hier in Amsterdam. Dat ik niet studeer, dus dat ik gewoon werk. Ik vind het zo raar. Het voelt zo niet. En het is geen zomerweer geweest. Ik vond er geen klap aan. Echt? Ik vond er echt geen klap aan. Nu dan. Het is wel heel raar dat ik gewoon nu zo mijn leven heb ingedeeld. Dat alles wat ik doe zo leuk vind. Maar vroeger was het echt van, ik moet morgen dan weer naar school. Of moet morgen dit. Ik heb echt nooit dat ik denk, ik moet morgen naar werk. Of zo. Echt letterlijk nooit. Omdat ik het gewoon zo fucking leuk vind. Ik moet wel echt aanraden om een leven voor jezelf te creëren waarin je dat ook hebt. Het is zo lekker saucy. Nou, ik vind het zo raar. Elke keer is mijn camera. Is die gewoon vol? Terwijl ik echt een grote SD-kaart in heb. Maar, I don't know. Hij doet het gewoon niet. Elke keer is die vol. Ik moet er even naar kijken. Maar ik heb er gelukkig nog één. We gaan weer even het opeten. Dit was echt een lekkere bite. Ik ga zo meteen even lekker douchen. Allemaal mensen schreeuwen. Zo, wat de fuck is iedereen aan het doen? Het is zo raar. Doe open de deur voor die Uber Eats delivery man. Zegt hij, is your name really Sarah? Zegt ja. Dan zegt hij, oh, it's a Asian name. Dus ik zo, oh nice, you know, cool. Ja, yeah, you know the actress Sarah, bla bla bla. Hij begint een heel verhaal te houden over een of andere actrice die ook Sarah heet in Azië. Hij begint helemaal een beautiful name, bla bla bla. Dus ik zat echt zo, ik heb honger. Geef mij gewoon deze tas. En ik vind jou echt hartstikke lief en aardig, maar
moest ik die vrouw gaan opzoeken. Nou, ik kon haar nou niet typen. Dus ik zei, oh ja, nice, maar ik kon niet vinden. Ik ga nou opzoeken of het een Sarah, Asian actrice. Ik kon het echt niet vinden. Nou, echt geen idee. Ik dacht ook echt gozer. Nou, hij was echt heel cute hoor, maar ik snap het gewoon helemaal. Het enige wat ik kan vinden is dit. Echt geen idee wat het is. Nou, zo'n pizza is fucking lekker, maar ik heb gewoon nog steeds honger. Ik heb zo fucking hard gesport ook. Ik heb gewoon veel honger. Het gaat zo nog eens naar de app. Nou, soms moet ik ook gewoon een beetje zakken. Lekker verse hummuschaal bij de Turk. Van veel. We hebben er helemaal voldaan. Heerlijk beerlijk. Steeds honger. Maar we doen het er maar mee. Hallo allemaal. Het is vandaag alweer zondag. I am official the worst vlogger on earth. Ik word echt gek van mezelf. Ik weet niet hoe het komt, maar ik vergeet gewoon heel de tijd te vloggen. En het is niet dat ik het niet leuk meer vind, maar ik vergeet het gewoon de hele tijd. En ik weet niet, ja, ik heb het gewoon dan misschien te druk. Ik heb ook het gevoel dat de vlogs meer goed bekeken worden. Dat jullie het niet zo leuk meer vinden of zo. I don't know. En dan, ja, denk ik van, dat moet ik vloggen. En dan wordt de drempel steeds groter en dan pak je hem elke keer er niet bij. En denk je echt, het is toch een kut week vlog. Waarom ga ik eigenlijk nog vloggen? En dan wordt het van kwaad tot erger. Maar goed, ik heb me zo even klaargemaakt. En we gaan toch nog wat van de week vlog maken, vind ik. Ik weet niet of het wat is, maar weet je, beter iets dan niets. Ik heb hier met een vriendin afgesproken om lekker te lunchen. Dus dat gaan we gezellig doen. Ik heb het gewoon heel druk gehad. En ja, ik weet niet. Ik ben het even kwijt. En dat mag er ook zijn. Ik weet zeker dat er weer een moment komt dat ik het weer lekker ga oppakken en dat het goed komt. Maar at the moment, I don't know. Komt allemaal wel weer goed. Het is fucking warm. Finally, it's summer again. Kijk, heerlijk zonnetje schijnt daar. Dus we gaan lekker buiten op het terras. En ja, het wordt helemaal gezellig. Lunch was heel gezellig. Hierbij sluit ik de vlog af. Het is avond. Ik ben alweer thuis in Amsterdam. Stan is er ook, maar die zal ik lekker douchen. Ja, het was een gezellig middagje. Lekker lunch in de zon. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Please let me know. Duimpje omhoog. Likeje. Subscribeje. Follow me on the gram. TikTok. Het zegt woord. Support your girl. And I love you guys. Bye. Yes, I'll be on my way now.